Lopen hier op eieren, want de ja. Slimmer Presteren Podcast gaat natuurlijk <laughs> niet zeggen, allemaal aan de THC en cannabis. Welkom bij de Slimmer Presteren Podcast, jouw wekelijkse kop koffie met wetenschapsjournalist Jurgen van Tevelen en ik, middle-aged man in Lycra, Gerrit Heikoop, over sport, onderzoek en innovatie. Voor mensen die hun grenzen willen verleggen, maar daarbij de grens tussen onzin en zinvol. Niet uit het oog willen verliezen. In deze aflevering praat ik met Jurgen over de Runners High. Bestaat die nou echt? Terwijl in het eerste uur van je race nog van alles aan je lijf zeurt, lijken op een gegeven moment alle pijntjes verdwenen te zijn. Je hebt bijna het gevoel te zweven en denkt nog uren door te kunnen gaan. Hoe bereik je tijdens het sporten een Runners High? En kan iedereen ervan profiteren? Voordat we beginnen, nog even drie dingen om aan te denken als jij zelf ook slimmer wilt presteren. Nummer één, druk nu gelijk even op abonneren, zodat je altijd direct in de gaten hebt wanneer er een nieuwe aflevering online komt. Nummer twee, weet dat je Jurgen en mij ook kunt boeken voor jouw volgende bijeenkomst als spreker of presentator. Neem gerust eens contact met ons op via de contactgegevens hieronder. En 3. deze podcast wordt geproduceerd en gesponsord door Live Online Events. Serieus goede content rondom jouw congres of event. Check www.loe.tv voor meer info. Joegen, hey goedemorgen. Hey. Dat zie je er vrolijk bij, jongen. Ja, jongen, het is Sinterklaas weekend voor ah, ons. Okay. Het is nog een paar dagen en is die oude man weer jarig. Ik heb deze week enorm veel bestellingen uit onze webshop weg weten te duwen. Ja. Dus veel mensen hebben gebruik gemaakt van de oproep vorige week. Bestel je Sinterklaas cadeaus op tijd. Ja. Ik ga wel zeggen, het is nu vrijdag. Uh, ik denk, als je nu nog gaat bestellen, red ik het niet meer voor zondag of dinsdag. Dus vanaf nu gaan we werken aan de kerstcadeaus. Prima. En de cadeaus voor medewerkers. Ja. Ook leuk, natuurlijk. hè? Eindejaars schenken. Een buff, heerlijk. Een slimme presteren buff. <laughs> ja. Of een mok, of een shirt, of een boek. Hé, hey, is trouwens ook wel leuk. Toch even over hoe wij geld kunnen verdienen. In onze webshop zie je bijna alle boeken die we wel eens genoemd hebben staan. Alleen het maakbare uur van Jurgen Vertevelen verkopen wij echt zelf. Die andere links waar je op klikt, die brengen je gewoon naar bol.com. En dan bestel je hem bij bol.com. Heb je hem wel nog <laughs> binnen 24 uur in huis. Maar daar krijgen wij dan een kleine kickback van. We proberen op alle manieren maar een beetje patiënten bij elkaar te schrapen. Om deze podcast ja, zo hoog mogelijk te brengen. Ja. Want tot nu toe, in deze 162 afleveringen die we gehad hebben, doen we het puur op de kick. Op de high. Hey, oh, ja. en nou, die zitten bij jou goed in. De podcast wel, high. Uh, euforisch uh, vandaag <laughs> ja, zo te zeker. zien. Zeker. Ik vind het superleuk om dit te maken. De koffie misschien is al. Koffie uh, high ja. helpt ook. Hè? Ja, ik vond het plaatje cake van uh, zojuist. Wat zat daarin eigenlijk? Ik vond het wel lekker wat jij. Uh, jij die space cake ja, die spacecake op jouw verzoek. Ja, wat een raar voorstel was dat. Ja. Jij zei. Kun jij voor de aflevering over de runners high. een paar plakken spacecake ja. regelen? Heb je, je niet gedaan? He? Heb ik niet gedaan. Nee. nee, heb ik niet gedaan. Maar um, we gaan op zoek naar het antwoord op de vraag. Wat is een runners high? Wat mm -hmm. gebeurt er in je lichaam? Welke stoffen zijn hierbij betrokken? Hoe kun je een runners high bereiken? Oeh, dat verraadt al dat hij er echt wel bestaat. De titel <laughs> stelt die vraag nog. En uh, is in hoeverre is een runners high vergelijkbaar met een joint of CBD olie of een plak spacecake? We gaan natuurlijk op het einde van de aflevering even zoomen met vroomen om het praktisch perspectief te hebben en uh, te kijken of hij nou eigenlijk vindt dat cannabis op de dopinglijst hoort of niet. Maar Jurgen. Waarom hebben we het vandaag over de runningshaai? High? Omdat het toch een, uh, een iets is wat denk ik vaak naar voren komt. Dat mensen zeggen, Ah, oh, ik heb uh, ja, ik had niet zoveel zin om te rennen, maar toen ik eenmaal onderweg was, nou, toen voelde ik me zo lekker. En na afloop onder de douche. Dat, uh, onder dus de, het de is, douche? Onderdooch hebben ze iedereen. Ah, ik ben zo blij dat ik gegaan ben en ik. Uh, nou ja, dat dat is in ieder geval wat ik vaak hoor en zelf ook wel eens Denk ik tegen anderen vertel. Heb jij uh, heb jij een runners high? Herken je het? Ja, kijk, ik, het hangt een beetje van de definitie af, hè. Oké, okay, nou dan komen van, we zo op. Ja, ben ik uif, ja, euforisch. dat vind ik nog van groot woord, Maar ik voel me vaak wel uh, lekkerder dat als ik wat gedaan heb of bezig ben, inderdaad. Mm -hmm. uh, dan als ik gewoon uh, niet naar buiten kan en, en niet kan gaan rennen. En al fietsen. Daar kunnen ja. we het ook zo over hebben. Maar we hebben ook een vraag gehad natuurlijk van uh, ja. iemand. En dat is er niet zomaar één. Dat is een lange, hè? Want uh, dat is natuurlijk een ultra-runner. Dus dat is een ultra-lange mail. Zie zien we ja. vaker hier. Niels Smit stuurde ons een mail. Zal ik hem, zal ik hem voorlezen? Ja, ik kan hem niet goed. samenvatten. Dus ik lees hem maar voor. Nou, ga lekker zitten. Niels Smit schrijft. Met veel plezier luister ik sinds enige tijd naar jullie podcast. Ik ben inmiddels gestopt met de post-activity eyewit shake. En de compressiekousen hangen aan de wilgen. Waarvoor dank? Schilt toch weer minimaal een paar kopjes koffie per maand. Die nu terecht naar jullie gaan. Ah, hij is vriend van de show. Nou, dan komt hij bij zijn vraag. Er spookt, quote-unquote, al een tijdje een vraag door mijn hoofd. Eind juni liep ik een 80 kilometer trail door de Dolomieten. Wauw Niels, heel veel respect. Maar, schrijft hij, helaas werd ik enkele dagen voor de race gegrepen door een griepje. Gelukkig kon ik starten, maar echt van harte ging het niet. Althans, de eerste helft niet. Het was een gevecht waarin ik flink wat appeltjes heb geschild met Signora Dolomiti. En toen, ineens, ging het beter. Na 40 kilometer, ik kan me dat niks bij voorstellen, dat yes. is gewoon een fucking hele marathon. Maar goed, na 40 kilometer, veel beter. Alsof ik herboren was. Ik genoot, ik voelde me sterk, mijn hartslag ging omlaag en ik begon steeds meer mensen in te halen. Ik kon mijn gedachten weer op de finish zetten en enkele uren later was het zover. Ik had het gehaald. Uiteraard was ik blij, maar ik zat ook met enkele vraagtekens. Wat was daar nou gebeurd? Waarom voelde ik me ineens zo goed nadat ik me ongeveer 7 of 8 uur niet goed voelde? Hoe kan dat nou? Toen ik twee weken geleden de Strava Finish Post van Jim Walmsley, de winnaar van de UTMB, het rondje Mont Blanc van 171 kilometer las, las ik daar precies hetzelfde. Hij quote daar deze Jim. I can't explain how my legs and stomach went from dead and flat to complete gold and going on fire. I was feeling it was a feeling of only something I've dreamed about. Kortom, schrijft Niels, hoe kan dit? Wat gebeurt er in de highs en lows tijdens zo'n race? Is dit te voorspellen of nog beter aan te sturen? En wat, welk deel hiervan is fysiologisch te verklaren en welk deel mentaal? Nou, hele lange, ultra lange mail, dankjewel Niels. Leuk. Specifiek domein van de ultratrails ja. hebben jij en ik geen praktische ervaring mee, hè, moeten we bekennen. Dus daar kunnen we niet uit putten. Maar je hoort de runners high natuurlijk ook al, al bij mensen die kortere afstanden hardlopen. Ja, Dus, uh, beginnen bij de basisjurgen. De maar, marathon, hè? Ja, jij. Ja. Heb jij. Ken jij hem eigenlijk? Ken, of herken uh, jij dit verhaal dan van... van nee, uh, van dit van verhaal... Uh, ja, nee, dit verhaal ken ik niet. Ja. Ik ken wel, wat ik natuurlijk in de At the beschrijf, wel een soort kick dat ik er uh, op 32 kilometer ja. nog sterk bij stond. Ik... Ik denk wel dat ik het ken in de zin dat ik dat ik herken dat als je op een gegeven moment goed vaak loopt, dat het lopen lekkerder wordt, dat het makkelijker wordt, dat de drempel weggaat, dat je zin hebt om veel te lopen, dat je ja, dit is het denk ik allemaal wel, maar dat je dus ook het gekke idee kan hebben dat als je op een gegeven moment een aantal weken vijf, zes dagen in de week loopt, dat je dan een keer twee dagen niet loopt en ja. denkt, nou. Nah, ik doe altijd, heb ik niks meer gedaan. Ja, ja, en wat word je rustig valt, ja. dus of je dan stapjes legt of zo. Of ja. Ik herken, ik beschreef letterlijk uh, over die ultra. Uh, niet ultra, over die trill in Duitsland toen ik nog niet helemaal fit was. Dat er na een aantal kilometers herken ik dat er stofjes op gang komen. Of dat, dat het lijf in een modus komt. Dat je inderdaad gewoon lekker gaat. Ja. Mm -hmm. Terwijl ik ook herken dat je in de eerste paar kilometers wel eens kan hebben. Waar ja. ga ik aan beginnen? Ja. Dus dat herken ik allemaal wel. Ik weet niet helemaal of ik het herken als een soort high. À la, alsof het drugs is of zo. Omdat, wat is jouw ervaring met drugs, <laughs> uh, Gerrit? <lacht> nou, <lacht> ja, dat je toch een. een, een ja, interessante vraag. Joh. Ik denk toch dat je een wat verstoorde kijk op de werkelijkheid ja, hebt. Ja. En ik weet niet of ik dat herken van hardlopen. Nee. Maar misschien zijn alle aspecten die ik net beschrijf <laughs> wel degelijk dat. Wat, wat is een runners high in de wetenschap? Wat ja, is een definitie? de definitie? Een, een emotionele staat. Uh, waarbij uh, met een gevoel van euforie zelfs. En daarbij uh, ja, een prettig gevoel... Uh, minder angstig en minder pijn voelen. Dat zijn denk ik en vooral dat minder okay. pijn voelen, ja, dat kunnen we testen. Dat is ook wel uns gedaan in ieder geval. Ja. Daar kunnen we het mee. De andere is natuurlijk een beetje vragenlijst. Uh, ja, want er is uh, vraag, onderzoek. Hoe onderzoek je dit. Ja. Dus dat zijn een hoop vragen. Herken je deze? En bij symptomen? deze en meteen al een disclaimer. Ja, er is onderzoek gedaan. Heel veel. Maar Dat valt allemaal best wel tegen. Dus we kunnen echt geen uitsluiting geven. Ook niet op die vragen van net. Want wat mij dan opvalt is: het lijkt net alsof je over de helft bent en dan gaat het ineens weer. Het vooruitzicht van de finish komt in zicht of zo. Alsof dat ook in zijn verhaal doorheen speelt, van bij hem de eerste vier uur waren kloten. Nee, was, ja, neemt, en dat viel me uren. net ook op toen ik het mail nog een keer las, ja. omdat ik hem voorlas. Hij zegt, de eerste helft was zeven, acht uur. Nou is het ja. natuurlijk ook een oh, berg nou, hè. Ja. Uh, maar goed, ja. het is dus ook sowieso op en hele en andere tempos. En dat herken ik ook van, van mezelf. Tijdens. Als ik uh, over de helft ben, ja, dan voel ik, dan denk ik, ah, dat geeft wel mentaal een bepaalde kick. Geeft dat euforie, vind ik al een groot woord. Uh, laat ik het zo zeggen. Maar op ja, maar, zich kennen wel... kan we ik wel, wel tegenover de Jurgen. Ik heb vaak op drie kwart uh, mijn dikste dip. Ja, ja. En dit ja. vind ik grappig. Of het nou een 10 kilometer is, dan komt hij bij 7, 8 kilometer. Ja. Als het een halve marathon is, komt hij bij 16 kilometer. En bij een marathon komt hij op 30 ja. kilometer. En die euforie die komt in de laatste 100 meter. Hè? Die nee, nee, wel iets eerder. Wel iets ja. eerder. Ja. Ja. Maar dus ik herken ook wat je zegt. Ja. Hé, hey, de helft zit erop. Dat is ja. natuurlijk mentaal fijn. Aan de andere kant, het zwaarste moment ligt voor ja. mij rond de drie kwart, uh, twee ja, derde. Maar ja, het is dus een beetje emotionele staat. Ja, iedereen komt in bepaalde uh, verschillende emotionele staten tijdens het rennen. Maar, nou ja, er is wel zeker wat, wat of onderzoek gedaan. Want ja, eens, wat we, we kennen natuurlijk er? De, ja, de endorfinus, dat is het klassieke beeld. Die maar, zou het verklaren? Ja. Waarmee je denk ik de jaren tachtig voor het eerst toen uh, beschreven is. Want inderdaad, in het bloed van mensen die gesport hadden, werden een verhoogde concentratie van endorfines gevonden. En endorfines die kennen we als zijnde nou ja, opiaten, morfine, oxycodon, is uh, ja, Sinds Amerika uh, die, uh, die, die pijnstiller gekte daar uh, de, de pandemie, hè, van de pijnstillers die. Ja, heel veel Ik mensen verslaafd raken. Ik heb het raakte. verhaal niet helemaal. Nee, ja, okay. dat was een Netflix-painkiller uh, heet het. Dat is ja. Goed, dat moet je maar eens. Uh, nou ja, eigenlijk de insteek is dat uh, voor, voornamelijk vanuit de uh, farmaceutische industrie kwam oxycodon, dat is best wel een heftige pijnstiller, er is ja. ook een opiaat, werd naar voren geschoven als zijnde van ja, die moet je nemen, want ja, waarom zou je überhaupt. Pijn moeten hebben als mens en uh, zou je rot moeten voelen. En uiteindelijk bleken die dingen zo verslavend te zijn. En dat, nou ja, dat ontwrichtte eigenlijk de halve maatschappij. En uh, dat is een ja, grote uitspraak, maar veel ja, met uh, hun levering ervan op de kop. Ja, want je raakt eraan verslaafd. Ja, zeker. Ja. En dat is het grote. En dat is ja, dat is dus wel, uh, dan heb je het al, je raakt eraan verslaafd. Kortom, uh, als jij dan op die bank zit van uh, je hebt twee dagen niet gesport, van hey, dat is diezelfde onrust van, hè? Ja. ja ja dus je zegt endorfine is, is een gelukzaligmakend stof of ja. in ieder geval een stof vergelijkbaar dat is het zijstapje als een oxycodon dat heeft ja. hier niks mee ja. te maken morfine hetzelfde morfine en ja. die stoffen ja. doen dit soort dingen met ja. je hersenen en dus met je lijf ja. en je zegt al in de jaren tachtig is er een studie geweest je zegt mensen die sporten hebben verhoogd ja. endorfine niveau ja. en toen werd eigenlijk uh, dat werd redelijk klakkeloos overgenomen door uh, ja, de Runners World en uh, de andere... Uh, nou ja, de, de populaire magazines. Ja, de magazines en de, de, de internetsites. En die zeiden, nou ja, kijk uh, hoe goed dat hardlopen niet is. Want je eigen lichaam maakt endorfines aan. En dat geeft je een prettig gevoel. Uh, maar dat is inmiddels toch wel achterhaald. Of daar wordt uh, zeer aan getwijfeld. Kijk... On onlosmakelijk dat endorfines verschijnen in het lichaam. Ja, kun je meten? Kun je ja, meten, dan alleen dan zeggen ze ja, dat is wel leuk en aardig, maar uiteindelijk voor het, de kick die je ervan krijgt, of nou ja, het gevoel het, uh, wat het teweeg moet brengen, moet het naar de receptoren in je hersenen. Mm -hmm. En uh, de manier, ja, op deze manier, dus de endorfines die je perifeer meet of in, de, in het lichaam, die kunnen eigenlijk niet die uh, de de bloedbreinbarrière passeren. Die zijn, uh, ja, daar moeten vet nee, op dus zijn. Dat ja. is best wel technisch. Maar je zegt dus, er is gemeten in het bloed dat er endorfines zijn, ja. maar die komen helemaal niet in de hersenen. Die komen niet in de hersenen. En dat is één een, uh, argument waar we zeggen: ja, zou dat nou echt wel uh, hun werking op uh, de hersenen kunnen hebben? En de tweede is eigenlijk, je, je kan de receptoren in die hersenen blokkeren met een stofje, waardoor het effect van uh, uh, endorfines erop verdwijnt. Hmm. En dan zeggen ze, ja, dat maakt eigenlijk niks verschil voor de studies waarin mensen gevraagd wordt: van na een inspanning, want zo is het vaak van. En uh, geef maar eens aan van een uh, ja. cijfer van 0 tot 10. Word je hier gelukkig van? Ja. Voel je je beter? Uh, ja, ja. Nou ja, en, en daar is eigenlijk dat, dat achterhaald inmiddels. En er is een ander systeem is naar voren geschoven. Ja. En dat is het endo. Cannabinoïd systeem en daarvoor komen we op cannabis ja, uiteindelijk. Daarom, daarom wilde jij spacecake hier. Ja, want ze zeggen, ja dat zijn endo is endogeen. het lichaam maakt het zelf aan. Ja, cannabinoïden, de cannabisachtige stoffen. Ja. En uh, ja, dat zijn. Dus we eigenlijk... zijn nu, het is allemaal te maken met drugs, maar ja. we zijn nu van de categorie opiaten Precies. Naar de categorie we, cannabinoïden. Ja, voelt er iets beter toch? Minimaal. Soft drugs. Ja. Van van hard drugs naar soft drugs. Ja. Um, want, nou ja, dit systeem wordt geactiveerd tijdens inspanning. Kunnen we zo wel even zeggen van, wat laten die studies dan precies zien? Mm -hmm. um, nou, en we weten daarvan dat uh, dat het nou, cannabis. Inderdaad, uh, ja, het gaat om het stofje THC. Mm -hmm. het is, werkzame stof? Ja, tetrahydrocannabinol volgens mij is daar de werkzame stof. Uh, en die wordt inderdaad aangemaakt tijdens inspanning. Nou, er zijn eigenlijk twee uh, belangrijke uh, moleculen die dan worden genoemd. Is dat is wel goed. Hier de anandamide, AEA, en dat is inderdaad uh, vergelijkbaar met met THC. En dan 2-Aragidonoyl 2-AG. Nou, en die kunnen dus de, de bloed brein wel passeren. Uh, en die worden in ieder geval tijdens inspanning gevonden. Uh, dat is een recente review geweest. 2023, 17 studies gedaan. Hebben ze gemeten eigenlijk van: uh, nou, gaan mensen laten inspannen? En dan gaan we eens kijken van die stofjes komen die in het bloed terecht. Zien we, zien we eigenlijk een verhoging ten gevolge van het sporten? Nou, en in 14 van de 17 studies werd inderdaad een verhoogde uh, anandamide gevonden. In minder, in 5 van de 17 werd dit ander stofje, dat 2-AG, gevonden. Nou, dat is nog geen onopstotelijk bewijs van dat dat de runners high moet veroorzaken. Maar in ieder geval dat in ieder geval uh, die, de, de cannabis-achtige stofjes... Uh, ...vrijgemaakt worden tijdens inspanning. Nou, wil jij weten van, oké... Okay. Nou, ik wil eerst eens weten, hoeveel? Ja. Ik bedoel, hoe verhoudt zich die stoffen door hardlopen in je brein versus een joint roken? Nou, het lastige is daarin van dat dat natuurlijk niet even, ja, dat dat heel meten, dynamisch natuurlijk. is. Ja, ja, ja. En dan moet je iemand uh, precies op de juiste moment timen van wanneer die stofjes vrijkomen. Dus meestal wordt het als pas na afloop van de inspanning gemeten. Ja. Nou, dan is het lichaam ook al bezig van. Uh, aan het afbreken. Ja. ja, die dingen die zitten nog op de receptoren. Uh, dus eigenlijk die vergelijkende uh, studie is niet gedaan, maar in ieder geval in voldoende hoeveelheden om te zeggen van, nou ja, dit noemen wij een significante verhoging. En ze hebben gekeken van, is er een bepaalde inspanning waarbij het meer of minder gebeurt? Nou, ja. en dan blijkt inderdaad dat bij het hardlopen studie's toch meer of vaker gevonden wordt dan als mensen op een fiets. Maar nogmaals. Ja, want, want jij geeft nu eigenlijk impliciet antwoord op wat ik voor de aflevering ja. zei. Mijn grootste vraag voor deze aflevering is: hoezo heet het een high ja. en niet een? Fietshike Kan ja. ik ook als fietser deze high bereiken? Het kan of, maar wel, maar de meeste studies zijn wel met hardlopen gedaan. Aan de andere kant zijn ook andere ja, meer, meer daar kom ik zo wel op, meer met kracht gerelateerd. De, de HIT-studies zijn ja. ook gedaan. High Intensity. Het is nog niet echt zoiets van, nou, als je gaat fietsen, dan krijg je niet, want eigenlijk dezelfde fijne gevoel heb ik ook tijdens het fietsen als tijdens het hardlopen. Dus als je aan mij vraagt van, denk ik, nou, wat bij mij of bij mij meer... Uh, als dat ook gebeurt en er cannabinoïden worden geproduceerd tijdens hardlopen fietsen. Moi. Maar mij niet veel uit, denk ik. Nee. Ik vind sporten in zijn algemeenheid... Maar jij zei, deze wetenschappers die deze ja. review hebben gedaan, hebben wel gekeken ja. naar welke activiteit ja. brengt het meer, teweeg. Dat is meer een, een tekortkoming van het aantal studies wat gedaan is. Okay. En er is er nooit een studie geweest die zegt, oké, okay, we gaan nou echt grondig vergelijken dezelfde Cyclist groep mensen. Cyclist high versus runners ja. high. en laten ze ook nog zwemmen of noem maar op. Dus uh, wat ze wel vonden... Maar ook dat vind ik dunnetjes is van dat er een soort omgekeerde U-curve is. Als je gaat wandelen, nee, dan leeft het weinig op. Krijg je die stofjes niet. Ga je sprinten, dan leeft dan, dat dat krijgt je, het ook niet. krijg je ook niet. Dus het geeft met een langdurige, moderate, matig intensieve inspanning wordt het meestal gevonden. Maar nogmaals, niet in alle studies. Sowieso. Dus dat is al uh, dit, dit is niet eenduidig. Belangrijk is wel, ga, gaat dat gepaard met gevoelens van de runners high of die, mm -hmm. uh, die aspecten? En dan hebben ze dus, uh, nou, komt ie. Ze hebben het nou, niet altijd geassocieerd met minder angst via een nee, vragenlijst. Nee, dus nu gaan we van de, het waarnemen van de stofjes, ja. de fysieke aspecten, naar de mentale aspecten, de vragenlijst uitkomt Precies, dan hebben ja. ze dus gecheckt van, nou, heb je ook ja, minder angstgevoelens op een ja. bepaalde manier ja. gevraagd? Nou, ja. de helft van de studies vond dat. Ja. De meeste wel met een positieve stemming. Ja. En dat is ja, die POMS. Die ken jij wel volgens mij? Die, nee, uh, die stemminglijst, die? ja, die hebben we. POMS? Ja, ik meen. Uh, maar dit is een afkorting voor een mate Instrument of zo? Nee, van mental, mental State, denk ik. positief, okay. positief maar, nou, Mental ja, die State. Die hebben we wel eens gehad, volgens mij, in de aflevering, waar we gekeken naar subjectieve uh, maten die je kunt meenemen. Uh, als zijn of, of je gereed bent om te gaan okay. trainen, okay. Om je, uh, ja. of je er zin in hebt, ja. en, uh, en uh, die lijst wordt daarvoor en dan vaak zeg je gebruikt. dus nu de, het, het doen van inspanning lijkt een positief effect op die waarde te ja. hebben, ja. oftewel een vliegwiel. Positief. Want als ik sport, krijg ik meer zin nou dan ja, dan om te sporten. Dat zou, dat zou je zo kunnen interpreteren. In ieder geval positie, positieve stemming. Uh, je, je hebt er meer zin in in ieder geval. Ja. Ja. Niet eenduidig wat betreft pijnvermindering. Daar kunnen we zo nog wel wat over vertellen. Dus dat is allemaal iets, ja, iets minder duidelijk. Um, wat ook wel belangrijk is bij dat endocannabinoïd systeem. Dan zeggen ze ja, is het alleen sporten wat twee brengt? Nee, want het is eigenlijk echt bij heel veel dingen die je doet, wordt dat uh, systeem ge 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 geactiveerd. Soort, uh, bijvoorbeeld als je voedsel ziet, eet, ja, ja. Eten geeft het al. Maar ook bij uh, weefselschade, uh, een ontsteking. Uw, een mondje of zo. Ja, okay. en dan kun je van denken van ja, zou dat misschien fysiologisch of uh, psychologisch zin hebben van ja, je wil toch iets minder pijn voelen. Je ja. wil eigenlijk niet continu daarmee bezig zijn. Het is een soort lichaams eigen pijnstilweg. Ja, stress doet het ook. Okay. Uh, orgasme. Heeft het, doet het ook? Fijn, nou ja. ja, dus daarmee maakt het ook een beetje van ja, het is dus niet uniek aan inspanning en het wel. Gebeurt... stress doet het ook. Ja, of maar wel... positieve stress, hè? Kan, ik bedoel, stress ja, ja. zien wel, ja, gewoon actief zijn, activiteit, uh, druk zijn. Ik moet zeggen, Jurgen, wat ik interessant ja. vind. Ik heb nog nooit, nee, ik, daar moet ik aan denken, omdat dus mensen die veel stress hebben, daar komt natuurlijk ook adrenaline en allerlei ja. andere dingen bij. Mm -hmm. Maar daar zit natuurlijk ook enorme rush in, toch? Ja. Onder ja. druk staan. Ik werk ja. zelf in ja. de evenementenindustrie. Ja. Het is ook lekker. Ja. dan voel je dus ook als dat wegvalt, voel je ook een soort van. Ja, anders. Nee, precies. En ik dus... heb nooit geweten, vind ik een interessant nieuw feitje dat er dus blijkbaar een soort interne. Cannabisproductie. Nou, cannabiene. Ja. Maar in ieder geval, je hebt dus zelf ook een soort. Uh, ja. Uh, Drugsproducerend uh, systeem, systeem ergens zeker. zitten. Waar zit dat? Waar zit dat? Nou, eigenlijk, uh, het wordt geproduceerd wel in die hersenen uiteindelijk. Want in het is, je hersenen het is worden een, deze stoffen gemaakt. Het is een, een neurotransmitter. Oké. Okay. Um, alleen die heeft wel effecten op het hele lijf. Want er zitten receptoren. Die vind je ook in de lever en in spieren en in botten en okay. noem maar op. Um, ja, en dat, dat is twee soorten receptoren. De, de CB1, niet. 1 en 2. Nou, ja. Die hebben net even andere effecten. Nou, die 1 die is wel heel belangrijk uh, voor. Uh, Eten heeft ja. als je die stimuleert, de vreedzucht inderdaad kick. Dus is... zou daar ook de als je een joint rookt, de vreedkik ja, die dan komt, die, die die wordt mede ja. daardoor getriggerd. Ja, ja. Die ja. wordt daar precies. Dat is daar die associatie van. Er is dus in het verleden hebben ze volgens mij een een middel Riemann. No band was destijds. Oeh, pak me tien jaar geleden het nieuwe geneesmiddel tegen eigenlijk obesitas, maar dat is, lang, is snel uit de markt gehaald vanwege allerlei bijeffecten. Volgens mij waren mensen er helemaal niet vrolijk van, ja, oh ja. logischerwijs natuurlijk. Ja, want het zit blijkbaar en, in hetzelfde systeem ja, een beetje te peuren. Precies, en die blokkeerde juist die CB1. Um, ja, uiteindelijk, ik heb het even opgezocht. Het is het endocannabinoïd. systeem wordt geassocieerd met van alles en nog wat. Want het werkt, nou ja, wat ik al zei, allerlei ook immuunsysteem, cardiovasculair. Nou. Ik noem het even op. Euforie, pijndemping, beloving, beloning, appetite. Dus uh, ja, uh, trek. Trek, plasticiteit. Dat betekent eigenlijk ja, uh, de, de hersencellen die toch weer uh, nieuwe verbindingen kunnen maken. Leren en geheugen, energiebalans, regulatie, stress en emoties. Nou ja, en hoe dit dan natuurlijk uiteindelijk specifiek voor inspanning gerelateerd is, ja, dat weten we eigenlijk onvoldoende. Wel grappig zijn, uh, niet, niet alle beesten hebben het. Dieren. Hebben, ja, dieren. Dus typisch. Die hebben aan... dit systeem niet. Nee. Of in ieder geval, ze hebben het. Daar maar, kunnen ze maar, het niet vinden. Het wordt het niet geactiveerd tijdens inspanning. Juist wel bij mensen en bij honden. Mens, dus dan, honden hebben het ook. Ja, maar niet bij fretten. Dus dan wordt dan nee. uh, gezegd van ja, maar een fret is natuurlijk niet een dier dat van nature heel veel afstanden lopend aflegt. Ah, ja. en, uh, en, en mensen, ja, dus als je teruggaat naar evolutionair. Ja, dan, kunnen ja, we een beetje evolutionair speculeren? Ja, mensen moesten natuurlijk vroeger uh, op zoek gaan naar eten en ja, moesten lang lopen. Die, die dieren gaan vangen, ja, dan moet je op een gegeven moment. Ja, als je uh, lang bezig bent, dingen gaan toch pijn doen... je raakt motivatie misschien een beetje kwijt, et cetera... Nou, dan wil je toch dat het, uh, het systeem zorgt er misschien voor dat je toch wel even die, die kick krijgt... een beetje een beter gevoel. Dat het lukt erbij. om door te gaan. Ja. En dan zijn we natuurlijk terug bij dat verhaal van Niels Smit. Ja. Dat van inspannen, van trailrunnen in de holomieten... krijg je pijn, krijg je vermoeidheid, mm -hmm. vind je niet meer leuk... Ja. Maar er zit dus een systeem in ons lichaam. wat zorgt dat pijn minder wordt. en dat je dingen juist leuk vindt. Ja. En het, zou dus, het leest bijna, hij en ook de gym die die haalt. dat zij bij dat ultrarunnen. een soort tipping point bereiken of zo. Dat er misschien. Precies. zoveel stof ja. wordt ja. aangemaakt. Ja. En ze hebben in muizen hebben ze ook die receptoren geblokkeerd dan. en die gaan dan niet meer lopen. Okay. Die hebben dus geen mogelijkheid. Die worden inactief. Ja. Dus dat, dat dus het is een zelfversterkend systeem ergens wel. Of dat maakt inderdaad van. Het geeft ook de motivatie om uh, actief te worden, te gaan lopen en te blijven lopen waarschijnlijk. Dus dat, dat zou daar wel in passen, inderdaad. Maar ja, nogmaals. Uh, ja, we zijn een beetje aan het speculeren, ja. want ik voel aan jou en alles dat de wetenschap hier nog redelijk dun is. Maar waar ik aan moet denken, ik ben, ik ben op dit moment betrokken bij een groep medewerkers, ook vanuit de Slimme Perseren-podcast, okay, die... Ja. He, die die, die zeggen: ik, ik wil ze van de bank af krijgen. Ja. Dus ga samen met de Slim Posteren-podcast gaan wij hun een jaar lang naar hun eerste run toe brengen. Mm -hmm. En een van de dingen die ik daar zelf ook meenem, wat ik nog heel goed herinner van mijn eigen van de bank af, is namelijk ja. nog niet zo heel lang geleden: ja. dat ik in het begin hardlopen helemaal niet leuk vond. Mm -hmm. En het geheikt niet, en het stam niet, en de pijn niet. En ik heb toen in de eerste maanden soort van trucs moeten verzinnen. Om te gaan, ja. Dus ik weet nog heel goed: ik moest muziek op mijn oren, want dan hoorde ik mezelf niet hijgen en stampen. Ik, ik, het hielp mij zelfs om een zonnebril op te zetten, alsof ik een soort van in mijn eigen bubbel was. En dan werkte ik het wel af. En op een gegeven moment ging dat eraf. Ja, ja, Dus op een gegeven moment dacht ik: ja, met lopen zelf wordt leuk. Ja. En ik kan het nu ook en het voelt fijn. En ik heb nu weer een extreme doorslag daarvan. Ik heb natuurlijk een aantal weken geleden die stoornis aan mijn evenwichtsorg zo gehad. Ik liep het afgelopen jaar ook altijd met de aftershocks op mijn oren. Mm. Want podcast luisteren, hè, hardloper, zeker die langere training is dan. Nou, ook, ook leren, lerend, lerend lopen. Um, maar ja, de, ik, en dit is pure speculatie, niks over zin. Maar dat, dat werkt natuurlijk met botgeleiding, oftewel resonantie ja. op het bot bij je slapen. Ja, ja. Ergens, hè, koude grond, <laughs> denk ik. Ja, ja. Is dat wel zo goed? dat je ja, de hele ja. tijd trainingen in je hoofd in datzelfde gebied zit te sturen. Dus sinds dat ik daar die evenwichtstoornis heb, ah, die raak ik dat meer. ding niet meer ja, aan. Ja. Denk dus wel dat ik nu hardloop zonder iets ja. op de oren, ja. zo moet ik het gewoon weer uit de lol van het hardlopen halen. Ik loop de altijd natuur. zonder iets. Ja? Ja, ja. fietsen wil ik nog wel eens doen, maar ja. Ja, ja nou, ik, wat ik zeg, ik vond het wel een soort lekkere win-win. Ja. Dat je gewoon een podcastje luisteren ja. tijdens het lopen. Maar het is een goed punt wat jij denk ik benoemt. Ten eerste, ja, er is gewoon een grote een groep mensen die sporten niet leuk vindt nee. en die je heel moeilijk aan het sporten krijgt of gewoon niet. En dat ga ik echt niet relateren aan wel of niet aanmaken van het. Nee uh, nee, nee, nee nee, er is van, veel meer aan de hand van ja. die endocannabinoïden. Um, wat, wel, wat wel interessant is in deze, want jij suggereert van ja, je moet even, ik moest even doorheen. Dat ken ik moment, bij mezelf, hè? En ja. is één. Ja. Ik moet een soort ja. van het vliegwiel aan de gang krijgen. En, en, en ook jouw vraag aan het begin van ja, hey, het feit dat je langzaam verslaafd raakt. Nou ja, met de verslaving denk je van ja, je wordt er afhankelijk van. Maar betekent ook vaak dat je er meer van nodig hebt, toch? Ja. Om, uh, om dezelfde kick nou, te krijgen als we kijken aan... naar mijn uh, ontwikkeling de afgelopen zes, zeven jaar. Dat zie je ja. natuurlijk bij veel mensen: de afstanden moeten ja. langer, ja. de tijden moeten ja. sneller. Ja. En interessant, afgelopen zeven heuvelloop. Ik heb natuurlijk vorig jaar daar een soort belachelijk een tijd onder het uur neergezet. Ja. Ik ben nu lang niet zo getraind. En ik merk dus ook dat ik moet nadenken: wat, wat is eigenlijk mijn motivatie hier? Mm -hmm. Want het verbeteren, en dan kun je misschien is, misschien is progressie wel verslavender dan het lopen zelf. Maar op het moment dat natuurlijk die progressie afvlakt of dat de ja. PR's het niet meer zijn, ja. merk ik dat ik een andere reden moet zoeken. En die vind ik wel. Het is het sociale, het is het hazen, het is het, het is het ontdekken van andere loopjes. Ja. Maar daar moet ik dus wel even actief mee aan de slag. En dus niet, uh, niet zozeer dat je denkt, ah, ik wil gewoon een lekker gevoel in ik mijn lijf. Ik moet de, de rust van het lopen ja, hebben. Nee. Ja. Ja. Nee, het is wel die een combinatie wel van factoren. Ja. ja, ja, ja. Nee, nou is het interessante in, en nogmaals, of er iets van die verslaving al gevonden is, nee. En of je meer ervan nodig hebt. Want in die review uit 2023 hebben ze vier studies meegenomen. waarin ze een mensen, een groep een trainingsprogramma hebben laten volgen. van, nou, ik denk 8 tot 12 weken. Ja. En het maffe is dan, op het eind gingen ze ook weer kijken naar. hé, hey, hoe zit het met de productie van de NO cannabinoïden. en die was gewoon afgenomen. Hè? Ja, dus dan ga je denken. Je laat me hier een heel verhaal ja, vertellen over ja, nou vier ja. en nu kom je met de studie die zegt, nee dat is niet waar. Een aantal toch van de. Nee studies. vier van de vier. Ze hebben vier Ja, dus normaal okay, zijn okay. vier studies. Vier geweest. studies ja. die hiernaar keken. Ja. En die zei, ja, het gekke is dus bij een acute inspanning bij mensen die nou wel of niet ongetraind, uh, ja, dan zien we het gewoon stevast. Ja. Uh, nogmaals, hangt een beetje vanaf hè? wat ik al zei. Wandelen uh, ja, 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 uh, werkt dan niet. Uh, matig intensief. En, uh, ja, uh, Misschien lopen wat meer dan fietsen. Maar juist in de vier studies die ja, uh, langdurig gekeken hebben. Dan zagen ze eigenlijk dat er een afname was van de productie. En uh, ja, dat vond ze gek. Tenzij ik zat nog hardop te denken. Denk ik, ja, maar misschien is dat juist een aanwijzing van als zij continu hetzelfde getraind hebben. Ja, dat op een gegeven moment dat lijf denkt, ja, maar dit vinden Zit we niet. Zit ik ook te denken. Ja. Daarom moet je meer. Dus zij hebben niet de aanpassing gemaakt. Ze hebben natuurlijk wel een, ik denk, een redelijk standaard trainingsprogramma. Maar niet, waarschijnlijk, misschien, on, mis, laat ik het zeggen, misschien onvoldoende rekening houden met het feit dat die mensen beter worden en daarvoor voor hun kick gewoon ook meer aan moeten kunnen en nou, meer, her, uh, meer harder moeten Want, trainen. Herken Speculeer ja. maar mee. Ik heb de afgelopen twee jaar heel veel voor marathons getraind. Dan ga je ja. dus al gauw anderhalf uur lopen iedere keer. Ja. Als ik dan een half uurtje ga lopen, denk je, ja, rondje vijf kilo, maar ik heb ja. nauwelijks getraind. Ja. Terwijl, ik heb mensen in mijn nabije omgeving, die zijn op weg naar hun eerste vijf, en die zijn super trots als ze vier en een ja, half ja. halen. Ja. Dus daar zit toch veel meer dan die keer. Zeker, het is, het is ja, nou, op dit moment, de wetenschap schiet echt tekort. Laat ja. ik het zo zeggen. Ja, ja, we... ja, ja. En, en dat wil ik ook nog noemen, ergens uh, begreep ik, je hebt ook non-responders. Uiteraard. En Oftewel het is voor mensen die niet werken. Ja, zeven op tien, daar worden eigenlijk, of die beschrijven inderdaad, een aantal van die aspecten: betere stemming, minder angstig, uh, mogelijk ook minder pijngevoel. Voel me beter. Drie op de tien, nou, die reageren daar eigenlijk zeggen: Nou, bij mij is niks veranderd. Of uh, nee. nog en, en, en ja, dat, dat pijn is wel interessant, want dat, dat kun je wat objectiever wel meten. Er is een studie een paar jaar geleden gedaan. En die, nou, ik hoop niet dat hij je nog verwarrender maakt. Want in dit geval hebben ze gewoon de, de pijndrempel en de pijntolerantie gemeten. heel simpel in een duim. Ten opzichte van hitte en van druk. Mm -hmm. Dus dat is eigenlijk. ja, je, je stopt gewoon uh, je duim in een warm bad. wat steeds warmer wordt. of je drukt erop met een of en je andere. Druk ja, en uh, daar kan je netjes scoren. en je kan zeggen vanaf de drempelwaarde bepalen. Ze lieten deze mensen. Ja, slechts vijf minuten inspanning, Of drie was het zelfs, een hit. Daar vonden ze in ieder geval. Want de, de een hit yeah. zeg je heel snel, nieuwe luisteraars. Hoog, hoog, hoog intensief invaltraining. Ja, ja, dus ja. even, echt, even heel to diep de max. gaan. Ja. Dit gaf ook al in ieder geval uh, een verhoging van de anandamide en dat andere stofje werd mm -hmm. duidelijk gevonden. Mm -hmm. En dat zagen ze ook wel terug aan de drempel waarop ze pijn gingen voelen, werd minder. En ook bij een bepaalde hoeveelheid druk of uh, hitte, scoorden ze lager. Ja. Dus dat. Is rijden... In eerste aanleg nog niet verwarrender, Want dan zeggen we, dit zijn stofjes die je pijn. Ja, maar wat verwarrender zou zijn, dat is dus in drie minuten ook al haalbaar. Oh, zo, is, dat omdat je dus heren zijn niet... hoog intensief ja, doet het ja, niet. Ja, ja. Maar in ieder geval, dat is toch wel alleen, ja, dit is één studie. Eh, die echt goed gekeken heeft naar nou ja, redelijk uh, objectieve manier, zullen we zeggen. Nou, het is nog steeds subjectief, natuurlijk. Ja, het ja, 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 ja. scoren van. Maar je kan op die manier wel iets zeggen over pijntolerantie en, en pijndrempels. Um, ja, wat, waar, waar, waar zijn we nu? Uh, wat kunnen we meenemen? En, en ja. Waarschijnlijk de endofinus lijkt het niet te zijn. Dus geloof al die, die blaadjes, de magazines, et cetera, die nog steeds hebben praten over de endofinus. Ja, precies. Maar, en Jurgen, want ik herken hem wel. Dit is dan wel een beetje een Dus net als dat wij dan heel erg hier zitten te roepen. Het is geen melkzuur wat uit ja. je oren komt. Maar uiteindelijk blijkt er wel sprake van verzuring en pijn. Maar het is dan niet melkzuur en het is niet lactaat, maar het is H. Ja. Het is een beetje zomaar, Dus nu ook. Er is wel degelijk sprake van een runners high. Het is alleen geen endorfine, maar het is een cannabinoïde. Ja, en dan nog, dan zeggen ze... Nou, we hebben nog uh, tegen andere stoffen, neurotransmitters... die ook omhoog gaan tijdens inspanning. Nou, ja. de, de dopamine, de serotonine. Die worden, en dan zeggen ze... Ja, die hebben, die hebben ook dat soortzelfde functies ja. eigenlijk. Uh, en die kunnen ook uh, de, dezelfde uh, effecten hebben. Ja. Dus ja... Het feit is gewoon, maar volgens mij heb ik dat wel eens een keer verteld. Als jij uh, ze hebben, uh, bij mensen gekeken hoeveel moleculen wel of niet omhoog gaan bij 15 minuten sporten, ja, dan praat je over uh, duizenden stoffen ja, 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 ja. die uh, geproduceerd worden. Nee. Ja. Dus en wat dan je zit... maar wil zeggen als je hoort roepen, het zijn de endorfines, ja. dat is te simpel. En het zijn de endocannabinoïden, dus dat is waarschijnlijk ook te simpel. Ja. Alleen ja, daar is nu de focus op. Omdat in ieder geval... Ja, nou, de endofines kunnen het niet zijn, want die ja, kunnen je hersenen niet ja, in, daar is, en die kun je met blokkade daarvan, uh, van die receptoren, zie je nog steeds hetzelfde effect. Exact. exact. Dus, uh, en, ja. en doordat we nu weten dat het die cannabioïden zijn, gaan ja. we dus maar eens even met Guido Vroemen vragen. Goh, als die zo positief zijn, zouden we dan niet gewoon aan de cannabis moeten ja, want om is, de sportprestatie zeker. te bevorderen? En dat is ook wel, uh, wel interessant. Kijk, cannabis... Of de cannabinoïden zelf staan op de dopinglijst. Dus heel, heel veel discussie. Uh, voor, vooral vanuit voor Nederland. Die hebben zoiets, ja, in Nederland is het zo normaal. Redelijk normaal, laat ik het zo zeggen. In Amerika tot dat tegenwoordig ook. Ja, wordt ook veel om, een, meer om een joint te nemen of uh, iets dergelijks. En daar vallen wel eens atleten door de mand. Die is Charlie uh, Richardson, volgens mij heette ze. Die was uh, een 100 meter sprinster. Ja. Die, uh, die werd de dupe, ja, ze kwam de, de moeder was overleden, toen had ze een keer een, een joint. joint en er wordt dan ook in de Nederlandse media in ieder geval heel verontwaardigd over. Ja. Gedaan, hè? Hoezo ja. iemand rookt een keer een joint, en wordt uh, die op de doping. Uh, en het is, die straffen zijn uh, daarvoor, als je kan aantonen, ja, maar ik deed het echt niet om een prestatie te verbeteren. Ja. Dan, dan zijn, is de straf slechts één tot drie maanden. Want scorting. dat ligt hier dus onder, dat zou dus wel ja. kunnen. Nou, dan moeten we maar eens even uit gaan vlooien met Guido. Ja, maar er is één studie nu in Amerika gedaan, inderdaad. Hebben ze een aantal staten die is, cannabis is legaal. Of, mm -hmm. uh, mm -hmm. En hebben ze ook een. En de Amerikanen hebben best wel moeite om aan het sporten te krijgen. Alleen er bleek dan met het onderzoek dat ze daar gedaan hebben, dat juist in die staten en juist de gebruikers van cannabis. Veel meer sporten ook. Hey. Dus normaal kom je op nou, de helft van de bevolking, sport ongeveer in dit geval ging het om 82 procent. Nee, ja. En ze zeiden ja, alsof er een verband lijkt tussen die twee. Ja, dan kun je zeggen, ja, maar dat heeft misschien ook met onze alcoholaflevering ja, dus al te maken. Ja, honderden mogelijke factoren. Maar ze hebben gecorrigeerd voor het feit dat het veel om mannen gaat en ook de leeftijd. En ze hebben aan die mensen gevraagd: ja, waar, hoezo die combinatie? Dan zeggen ze, ja, nou ja, goed. Enerzijds, het cannabisgebruik krijg ik ook meer zin om te sporten. En ook, dus van tevoren, dan, nou, het voelt beter, uh, ik kan de inspanning beter aan. Of na, an, uh, na afloop dat je een jointje rookt, zeg je, ja, nou, dan. Uh, is ook beter voor het herstel. Ja, in hoeverre dat onderzoek weet ik ook niet. Maar dat lijkt een beetje zoiets te zijn. Maar ja, dan kunnen we in ieder geval de inspanning wat beter verdragen. Dus uh, ja, klinkt logisch met ja. alles wat ik hier geleerd heb. En we willen dus van Guido weten of dat cannabis dan misschien niet van de dopinglijst af moet. Ja. juist omdat dat en zou je inderdaad dan verwerkt. die groep mensen die nu zo moeite heeft met sporten, zou je die op die manier toch nog een beetje een zetje uh, onder de kont kunnen geven? Mooi. Nou. Leuk. We gaan zo zoomen met Vroemen, maar niet voordat we even nog een aantal mensen op het podium hijsen. Niels Smit begon zijn e-mail er al mee. Na al zijn waardering heeft hij ons maar eens even elf kopjes koffie gegeven. Zo werkt het namelijk. Je kan vriend van de show worden. Als je deze podcast waardeert, ga naar vriendvandeshow.nl/slash slimmerpodcast. Uh, daar kun je. Eén kop koffie in de maand geven, 3 euro per maand. Of nog beter, geef in één keer voor een heel jaar. Dan geef je er ons 11. Krijg jij dus een kopje koffie korting. En betalen wij maar één keer transactiekosten. En weet je wie dat allemaal gedaan hebben, Jurgen? Onder andere Joseph heeft dat gedaan. En Marga Hoeksema, meteen voor het hele jaar. Rick de Geus deed het. Ook 11 kopjes koffie in één keer. John Bolt. Caroline van Kessel. Johanna en ook. Alex van der Kasteel zijn allemaal in de laatste weken vriend van de show geworden. En ik weet, er zijn er nog een paar meer. Maar die bewaar ik voor de volgende aflevering. Dus wil je ook in deze lijst, wil je ook genoemd worden, ga naar vriendvandeshow.nl/slash slimmerpodcast en geef ons een mooi Sinterklaas of kerstcadeautje dit weekend natuurlijk. Tot zover. We gaan het even nog iets meer over de praktische implicaties van Cannabis hebben met Guido Vroemen. We gaan zoomen. Guido, goedemorgen. Goedemorgen, Guido. Hey. Goedemorgen. Hey. hey. So. Wat leg jij daar nou aan de kant? Ja. Hoe is het met de stemming? Hey. Kleintjes. hoopjes. Komt hij aan? Is die ja, spacecake man. bij jou wel bezorgd? Goeie. Want uh, Jurgen had Kijk, hier om spacecake een spacecake gevraagd. Oh. Uh, Dank man. Lekker, hè? En al zin om te sporten daardoor? Ah, helemaal man, ja, helemaal, los <laughs> helemaal relaxed, helemaal los op de fiets. Nee, ik vind het een interessante zoomen met voet. Jurgen, jij wil het met Guido Vroemen, sportarts en coach van topatleten, hebben over cannabis op de dopinglijst. Waarom? Uh, omdat we, nou ja, het is een discussie die best wel gaande is in doping en antidopingland. De Nederlandse dopingautoriteit wil het al jaren van die dopinglijst af hebben. Uh, met uh, ja, er vallen nog steeds af en toe atleten door de mand, omdat ze toevallig een jointje hebben ja, gerookt. En dat, ja, het mag eigenlijk niet alleen, het is in competition verboden, dus dan zou je zeggen, nou ja, tijdens een wedstrijd zie ik niemand van tevoren een jointje opsteken. Maar ja, je zit altijd van, hoe lang van tevoren moet je dan stoppen, of mag je wel, mag je niet? Ja, hoe kijk jij daarnaar? Uh, vooral richting jouw atletenclub. Ik denk, ja, het is toch heel normaal in Nederland om af en toe uh, een jointje te nemen? Hoe ze, het ligt bij jouw atleten ook? Ja, het ligt eraan in welke populatie je kijkt, volgens mij, uh, als, het heel normaal, als je dit heel normaal vindt. Hoeveel procent ja, ik, van ik jouw atleten, uh, Guido? Het ligt een verbazing te luisteren, Guido. Jurgen? En hoeveel procent te... van mijn atleten? Dus zover ik weet, ja. ik weet natuurlijk niet alles, nul. Nul? Ja, ah. ik ook niet. Ik heb dat in mijn studententijd wel gedaan, maar nu toch ook al jaren <laughs> niet meer, Jurgen. Jij wel dan? Nee, ik ook niet, maar ja. Nee dus het wordt toch best gewoon af en toe uh, recreatief ja natuurlijk en, uh, jij dat bent, ja ja ik ja bedoel, maar man. ik denk dat hier ook met name komt hier natuurlijk ook een soort nou ja weet je gezondheidsaspect om de hoek kijken um, ja, een joint roken. Ja, roken is niet zozeer Nee, een, precies. Uh, nee, precies. Dat maar de laatste wat... jaren hebben we natuurlijk een grote opkomst. Zeker ook in Amerika, waar we ja. het net over hadden. Over oliën en allerlei andere ja. manieren om de werkzame stof THC tot je te Ja, maar ja. moet ik even zeggen. De CBD-olie ja. bevat ja. niet THC. Oh. We kan wel vervuild zijn met THC. De dus CBD-olie staat dan niet, op zich niet op de dopinglijst. Nee, dat is dus de. Even kijken, de, cannabidi ja, de cannabidiol. Ja, cannabidiol. Ja. Ja, dus dat ja, is even wel aan. goed te weten. Ja, dus dan mensen denken: ja. Oh, maar ik gebruik die olie wel eens. In principe is dat, dat prima, want daar zit THC niet in. Soms is hij vervuild, helaas. Maar uh, nee, ja, dat zorgt wel in. voor een andere. Een a, is betrokken bij de afbraak van een bepaald enzym. Ja. maar bevat niet de werkzame uh, cannabinoïde stof. Ja, okay. dus dat? Ja. ja? Goed, Jurgen. Ja. Maar dan zit ik toch even te zoeken. Want volgens mij is het antwoord wat je geeft, Guido, is, uh, licht voorspelbaar. Tuurlijk. En, en, ja. en zeker niet op dit publieke podium gaan we. Uh, nee. nee. Dus jouw atleten gebruiken dat niet. En als ze nee. doen, doen ze het uh, in eigen gelegenheid. Maar dan vind ik die breedte sportkant wel interessant. En dan verschuiven we even jouw perspectief van topcoach naar sportarts. Ja. ja. Uh, de studie die Jurgen net met ons deelt: dat uh, allerlei mensen die wat meer uh, THC-werkzame stof tot zich nemen, meer gaan sporten. En er meer plezier in hebben. Ja. Liggen daar kansen? <laughs> ja, nou ja, dan moet je je afvragen. waarom krijgen ze dan meer plezier in het. of waarom gaan ze meer sporten en hebben ze daar meer plezier in? Is, nou, door het gebruik dus van die THC. Ja, meer ja. motivatie. Het lijkt uh, alsof ze er minder. Uh, het, het kost minder moeite om te gaan sporten. Dat is eigenlijk de verklaring die gegeven wordt. Ja, uh, nou ja, zij hebben niks te maken met dopingreglementen. Nee. Als ze niet aangesloten zijn bij een bond, eh, ja. dan doe je gewoon weer lekker recreatief sporten. Eh, en je wilt fit worden. En als dat, nou ja, weet je, als dat daardoor, eh, als je daardoor meer gaat sporten, waardoor je je fitter gaat voelen, en je hebt weinig negatieve effecten van het gebruik van die stoffen, eh, dus het uiteindelijke resultaat is, is zeg maar positief, ja, ja dan, dan zou je dat kunnen zeggen, dat dat in ieder geval eh, gestimuleerd zou kunnen worden. Ja. 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 Nou, het klinkt een beetje alsof, je zou het misschien, uh, ik vind het, nou, we voelen allemaal, we lopen hier op eieren, want de ja. slimmer presteren podcast <laughs> gaat natuurlijk niet zeggen allemaal aan de THC en cannabis, maar je <laughs> zou natuurlijk het wel kunnen gebruiken als een soort kickstarter. Ja. Om inderdaad mensen ja, van een bank af te hobol, krijgen. Want zo. dan komen ze, ja. bij wat we leren van jou, wel ja. bij de runners high. Want in die zin, Guido, die runners high, we hebben het er al drie kwartier ja. over. Herken jij het? Heb jij het? Nou, ik weet niet of ik dat heb. Maar ik heb wel beweging nodig. Um, al, al, altijd al, dat ik denk, nou ja, weet je, als ik gewoon een hele dag helemaal niks zou moeten doen, dan word ik niet heel blij van He, Dan word ik een beetje chagrijnig en uh, een beetje gefrustreerd, en dan denk ik, oh, dat voel je niet lekker. En als je dan iets gedaan hebt, activiteit, en of je dan een beetje heel, heel hard hebt gefietst of gelopen, dat maakt niet zo heel veel uit. Het gaat erom dat je eigenlijk je lichaam even nou ja, geactiveerd hebt en dat. Ik denk niet dat dat per se dan meteen runner's high nou, is. Nou, daar ben nee. ik achtergekomen, Guido. Dat is hem. Dit is het. Dat lekkere ja. gevoel van bewegen. Ja. Dat is het. Dat ja. zijn die can endocannabinoïden die dan loskomen hier. Waarschijnlijk. Maar uh, zijn dat dan een soort ontwenningsverschijnselen? Geloof jij daarin? Dat, dat sport verslavend kan uh, werken op die manier? Ja, dat denk ik wel. Ja, dat denk, dat denk ik op zich wel. Het is een soort gewending van je lichaam. Want je elke nou ja, veel van, de, van mijn groep die doen eigenlijk elke dag wel een, een training. Of dat dan heel veel en heel hard, of maar een, een korte, rustige training is. Het is een onderdeel van hun leven en daar zijn ze ook aan gewend. Dus mm -hmm. als je ze. Dus ik weet wel dat er veel zijn als je dus een grote wedstrijd hebt gehad, bijvoorbeeld een marathon of een triathlon, lange. En je zet de week erna daarin. Doe maar, <laughs> doe maar waar je zin in hebt, maar vooral als het het herstelbaar verbetert, die dat heel lastig vinden. Ja. Ja. Of als je in een, een, een periode niks, gewoon even le zelf lekker wilt sporten, dat mensen zeggen, nou, zet er maar wat in, want ik wil toch wel wat doen, maar dat vind ik, ik vind het zelf lastig, want dan word ik toch wel een beetje uh, ge ja, geprikkeld en ik denk, ik wil toch wel even, schreef, dan weet ik dat ik het goed doe, in plaats dat ik zomaar wat doe, en uh, ja, dat vind ik niet prettig. Dus daar zit wel iets in van, nou ja, ik wil gewoon structuur houden. Ik wil eigenlijk die sport elke dag wel iets doen. Um, en do want dat geeft me een, een goed gevoel. Ja. ja. Dus dat is veel structuur. Dit is waarschijnlijk ook, ook en... waar die enorme onrust ja. in die taperweken vandaan komt natuurlijk. Hè? Mm -hmm. Dat je gewend bent aan een bepaalde belasting. Dat je gewend bent aan al die stofjes. Ja. En dat je denkt. Ah! kan ik niet ja, meer doen. Ja ja. ja, 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 ik heb altijd zo. Oh, ik heb al zo veel... Heb ik wel genoeg gedaan? Dat is altijd een goede hè, een vraag die ze zich dan gaat stellen. Oh, moet ik nu al zo rustig? Moet ik zo rustig gaan? Heb ik wel genoeg getraind? En aan de andere kant moet je denken. Ja, maar dit is dit heb ik wel juist nu nodig om. Ja. Nou ja, volledig fris aan de start te kunnen staan met een volle tank. Ja, maar dan zou je dus in dit geval <laughs> Cannabis even een, uh, kunnen aanraden in die... Uh, oh ja, want dan, je die, zeggen, dan, dan heb je, je diezelfde die stofjes. Ja, diezelfde stofjes. Je hebt toch wel ja, die dat is een behoorlijk slecht idee. Want als dit atleten in competition zijn... <laughs> waar eventueel <laughs> ja, ja, uh, ja, dopingcontrole komt... dat is te kort ja, van tevoren. Ik heb niks hè? gezegd. Uh, dan moet je opletten. Ja. Je moet wel op tijd zorgen dat je dan... Ja, uh, ermee gestopt bent. Want nou ja, als, het, zeg maar, uh, als ja. je het de dag ervoor hebt ingenomen... en uh, het zit nog in je bloed... en na de wedstrijd controle krijgt... Dat, is, dat is natuurlijk bingo, hè? Nee, maar ik zit toch even van... Je, ja, je, je noemt de, de atleten voor of net na een, een, groot, uh, een grote wedstrijd... een lange wedstrijd, marathon, triathlon. Maar je ja. hebt natuurlijk ook uh, atleten die geblesseerd raken... Uh, langere ja. tijd. Ja. Nou, die hebben al helemaal uh, last van ja. uh, nee, ontwenningsverschijnselen. Ik, uh, ik ben op een gegeven ja. moment en ja. Dat is alweer een poos geleden. Maar dat je ook inderdaad een week rust voorgeschreven krijgt... daar word je behoorlijk ja, zo van. Ja, ja. ja ja, nou ja goed. en dat is bij triatleten juist, uh, uh, nou ja, die hebben vaak dan nog wel een uitvlucht als ze zeg maar niet kunnen lopen, dan gaan ze gewoon heel veel fietsen en zwemmen. Dus ja. die compenseren dat de andere kant op. Ja, ja. <laughs> die denken, nou ja, ja dan... Ja. Oké, okay, dan kan ik niet lopen. Maar dan ga ik wel even de andere dus twee sporten wat meer doen. En van het zwemmen dan word ik toch het niet zo moe. Op. Dus dan ga ik dubbel zoveel doen. Ja, ja als Nee, maar goed. Ik, uh, ja, ik denk dat we alle drie wel iets hebben van... Ja, wij vinden sporten toch lekker. Het geeft een lekker gevoel. Als we het niet doen, dan uh, ja, worden we een beetje chagrijnig van. Mogelijk, denk ik, dat dat met de endocannabinoïden te maken heeft. Of andere stoffen die geproduceerd worden. Om het meteen een runner's high te noemen. Ik, uh, nou, mogen we doen. Prima. Maar uh, ja. Nou, ja. Volgens mij hebben we vastgesteld dat het bestaat, toch? Er gebeurt iets. Je ja. gaat je er beter van voelen. In 70% zo'n beetje van de ja. proefpersonen in wetenschap. Ja, ja je kan nog een non-responder zijn. Ja, ja. En dan moet je gewoon aan de cannabis. Kleine ja. dosering, micro doseringen. Ja, om even. En dan heb je dezelfde, dezelfde vibe. Ja. Ja. ja, nou, ik vind het toch fascinerend gegeven dat dus die stoffen zorgen voor minder pijn, ja. uh, meer plezier. Ja. Waardoor je dus in feite dat trainingseffect en het plezier van het trainen en het plezier van de voortgang, dus ook vasthoudt. Ja, mooi. Maar wel als je dan, als je dan zeg maar mensen hebt die dan um, een yoga-training doen, ja. die krijgen daar ook gewoon een heel goed gevoel van. Maar die zijn ja. niet zo, nou ja, hè, die zijn meer bezig met, met nou ja, niet lichter aan welke vorm natuurlijk, maar ja, rek, strek, oefeningen, noem het allemaal op wat ze doen, maar daar zit niet een hele grote fysieke component in waarbij je hartslag tot uh, nee. 80, 90% procent van de max gaat of zo. En N toch voelen ze zich heel goed dan. Ja, dat is apart, want ik noemde wel dat er tig factoren zijn die die endocannabinoïden uh, ja. laten produceren, maar dat is variërend van weefselschade tot stress, tot orgasme, ja. tot, nou ja. En, en yoga, en, en juist ah. wandelen deed het niet, hè? Hadden nee, we, maar dus, er zijn uh, wel meer andere redenen om je beter te gaan voelen, ja, toch? Andere ja. neurotransmitters, nou ja, waarschijnlijk. Dus, dus dat... ik kan me voorstellen dat in yoga is het natuurlijk vaak een element van mindfulness. Ja. En even tot rust komen en even rust. terug in het hier en niet nu komen. Dat is volgens mij via een andere route ja, maar... ook een hele fijne weg om mentaal. Ja, ja. ja, maar dat is meer om te zeggen, nou ja, weet je, dus als je dat met lopen, dat, dat het niet het fijne gevoel alleen maar daarvan komt. Nee. nee, zeker niet. En uh, ja, dat zeiden we ook. Dat er tig andere neurotransmitters... zijn. En nu zie ik de mails al uh, binnenkomen. Ja. ja, maar ik kom juist heel erg tot rust van wandelen. Kijk, ja. En die kunnen we dan mooi hieronder schuiven. Want jij hebt gezegd. Ja. Die endocannabioïden Vidoïde? komen niet tot stand <laughs> nee. van wandelen. Maar dan kunnen ze wel via een andere precies. route toch ook heel ja. veel plezier en rust krijgen van wandelen. Ja, ja. ja. kijk. Maar het heet ook een runners high. En niet een walkers high. En niet een hikers high. Nee, hikers nee, hikers nee, nee precies. Bikers nee. high. Bikers ja. high. Ook minder op een of andere manier. Ja, denk toch minder spieren bij betrokken of zo? Of, uh, ik weet het niet. Nee. Dat, uh, moet, moet onderzocht worden. Eigenlijk. Kortom. Nee, dat geloof ik niet. Ik heb dat ook op de fiets. Ja. Oh, nou dan is het zo. <laughs> uh, <Ja>. Oh. <laughs> <Wij> oh. <lacht> <Wij> <lacht> hebben anekdotes nodig. Ik hoor het al. Ja, Aanvullingen. Het en mensen die uh, ons uitleggen ja, hoe Kom zij op. high worden, al dan niet met cannabis, maar liever nog met sport. En uh, dat willen we via een aantal manieren van je horen. Allereerst zien we dat graag in de comments op LinkedIn. Daar maken we van iedere aflevering, dus ook van deze, een eigen post. Daar kun je een duimpje op geven. Daar kun je een hartje op geven op Instagram. Daar zijn we de @slimmerpodcast. Slimmer Podcast. Op LinkedIn zijn we de Slimmer Presteren Podcast. Ga ons vooral even volgen. Dan weet je altijd waar de aflevering van die week over gaat. En je kan ons via die kanalen ook een direct message sturen. Of je gaat naar onze website www.slimmerpodcast.nl. Daar vind je die geweldige webshop... waar je nog snel een paar cadeautjes kan bestellen... Op je lijst kan zetten en waar je ook van iedere aflevering een eigen pagina hebt, waaronder je ook kan reageren, of de link die je kan pakken en rondmailen, rondappen, rondsturen naar mensen voor wie deze aflevering ook interessant is. En jouw verhalen en anekdotes, bijvoorbeeld een ultra lange mail, net zoals die van Niels Smit, die kun je kwijt via ons mailadres post slimmerpodcast.nl. Dan ben ik wel benieuwd. Uh... Guido, want uh, wat jij nu beschrijft, die atleten die dan maar iedere week willen trainen... dat verslavende aspect, dat klinkt toch een beetje obsessief. Ja. Nou weet ik nee, dat ja. we volgende week een afspraak hebben met uh, professor Jan de Jonge... die nou juist okay. onderzoek heeft gedaan naar de relatie tussen obsessieve passie en de kans op blessures. Oké, okay. ja, die is groot. Ja. Precies. En Jan heeft onderzocht hoe dat komt. En gelukkig ook een paar tips over hoe je daar dan toch yes. een beetje op kan relativeren. En weer gezond mee kan omgaan. Dus uh, luisteren. Dat horen we volgende week. En die week daarna willen we het graag met jou hebben, Guido. Over probiotica. Dus daar ik nog maar even de koelkast in. Oh ja, lekker. En <laughs> tot volgende week. Hoi. Yo. Hoi. Goed dat je nog steeds luistert. Aan het eind van de aflevering willen we je graag nog wijzen op andere afleveringen uit ons rijke archief van meer dan 160 afleveringen, om nog even lekker door te luisteren. We hebben het gehad over de runningsraai, Jurgen. Als je daar nou meer over wil weten, welke tip wil jij onze luisteraars geven? Nou, we kwamen op een gegeven moment op de, de dopinglijsten en uh, we hebben natuurlijk doping specials gemaakt, een ja. stuk of acht. En daar gaan we dieper in, op de dopinglijst, welke stoffen er wel of niet op staan. Of dat inderdaad allemaal uh, prestatiebewonende stoffen zijn. Of die, die lijst niet wat korter kan. En uh, ja, hoe je eigenlijk uh, ja, waarom toch best wel weinig mensen gepakt worden. En juist amateurs gepakt worden. Dus een exact. hele. Aflevering 43 tot en met 50 hebben we acht afleveringen lang allemaal verschillende mensen geïnterviewd. Onder andere Herman Ram, directeur van de dopingautoriteit destijds. Thijs Sonneveld. Thijs Sonneveld over doping in het wielrennen. We hebben het over het hardlopen. We hebben een mooie anekdote van een amateursportster die gepakt werd. Dus kortom, wil je meer weten over de ins en outs van doping? Luister naar de doping specials.